Hey Marie, hoe is het? Ja, goed. Wat ben je aan het doen vandaag? Nou, ik heb gewerkt en even mijn weekend. Ik heb nu weekend. En hoe laat is dat weekend begonnen? Half twee. Half twee. Ja. En waar heb je gewerkt? Dierenbescherming. Oké. Ja. En nu gewoon even lekker chillen in de balustrade. Ja, gewoon even een rozeetje en gewoon even niks. Even lekker zitten. En wat praat je over als je dan even lekker zit? Niks. Gewoon onzin. Dus net als wij nu met elkaar, gewoon even onzin. Gewoon onzin. Heerlijk. Verstand op nul en we gaan. En daar heb je behoefte aan, hoor. Even je verstand op nul te zetten. Ja. Maar wat zei je nou, je werkt bij de? Dierenbescherming. Dierenbescherming. Ja. Oh, oké. Ja. En wat doe je precies daar? Nou, dieren verzorgen en dan uit huisplaatsingen. Oké. En dat is in Amsterdam of is dat hier in Purmerend? In Purmerend, ja. En wat heb je nu op dit moment in de aanbieding om uit huis te plaatsen? Weinig eigenlijk. Het gaat wel. Ik zoek nog een chihuahua. Nou, die hebben we niet. Een mokka en dan zo'n kleintje, weet je, die in een theekopje kan. Ja, maar dat zijn geen hondjes, toch? Wel, dat zijn pitbulls, joh. Oh ja. Nee, dat... Nee. Ik heb... het gaat goed. Okay. Je hobby's? Nou, niet. Ja, dieren. Daarom werk ik ook bij de dierenbescherming. Maar je hebt thuis ook een aantal dieren? Ja, een poes. Poes? Ja. En hoe heet die? Pipo. Pipo, de clown. En is het een clown of niet? Ja, en hoe? Ja? Ja. Maar je hebt alleen een poes? Ja. Oké. Ja. Ja. Ja, dat is een keuze natuurlijk. Ik heb altijd alleen hondjes gehad. Vond ik ook leuk. Toevallig heb ik hem van mijn dochter. Oké. Die kon hem niet houden. Dus ja, dan is moeders weer goed. Ja, ja. En waarom was dat? Is het alleen met gebruiksaanwijzing? Nou, ze ging verhuizen en er mochten geen dieren mee. Hm. Ja, en dan moet moeders, hè. Ja, ja. Maar je vond het niet erg? Nee. Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee. Okay. Hoe gaat de avond eruit zien? Rustig. Hier blijven zitten? Nee. Doorzakken? Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee. Nee. En wat ga je eten vanavond? Wat ga ik eten? Geen idee. Wat ga jij eten? Ik ga een bordje shawarma halen zometeen bij Shorts. Oh, nou. Dat heb ik nou wel afgesproken, dus dan rijden we zometeen langs. En dan haal ik twee van die schotels en rijd ik naar huis naar mijn vrouw. En dan gaan we heerlijk voor de tv zitten. Nou, ik ook. Maar zonder shawarma. Zonder shawarma, ja. Ja. Ja, jij gaat met je poes voor de tv zitten. Nee, ik ga met mijn poes. Met mijn kale poes, nee. Ja, jij zegt het. Jij zegt het. Ik hoef er niks voor te doen, hoor. Nee. Goed. Is dat familievee die in de deuropening staat? Ja, mijn broer. Is dat je broer? Ja. Broer, kom er eens bij. Kom er nou eens bij, man. Goeiedag. Hallo. Hi. Hi, Bertus. Kees. Bertus Besselse. En wat is het van je? Mijn zus. Je zus. En samen in de kroeg. Ja. Het is toch wat? Kun jij net zo hard met de lachen ze het bij net gedaan hebben? Ik weet niet waar jullie het over praten. Dus. Ga ik je ook niet vertellen. Waarom niet? Nee, dit is er eentje, hoor. Dat is een banjer deze. Lekker toch? Heerlijk, hè? Ja. Altijd samen even stappen? Nou, sinds een tijdje terug, hè? Ja. Gaan we een beetje met elkaar om. Ik heb er, en hoe komt dat? Dat jullie trekken de laatste tijd pas naar elkaar toe? Ja, ik ben geboren in Hilversum, of tenminste Amsterdam. Ja. Hilversum terechtgekomen. Ik heb er 40 jaar niet gezien. Hm. En op een gegeven moment komen we elkaar weer tegen. En jij bent nu verhuisd van Amsterdam naar Purmerend? Hilversum naar Purmerend. Van Hilversum, dus je bent vanuit Amsterdam naar Hilversum gegaan, ja. Hilversum, Purmerend. Toen waren wij al uit de picture. En nu weer in de picture? Ja. En zelf, lekker gezellig samen. Ja, toch. Hoe voelt het nou aan voor jou? Ja, vreemd. Ja. Maar waarom hebben jullie elkaar 40 jaar niet gezien? Omstandigheden. Ja. Ja. Hij bij mijn moeder en ik bij mijn vader. Oh, oké. Dus je ouders gingen uit elkaar en kinderen gingen ook uit elkaar. Ja. En daardoor, en nooit tussentijds gedacht van ik moet mijn zus hier eens opzoeken? Nou, één keer hebben we elkaar gezien. Toen kwam mijn moeder te overlijden. Oh, dat is minder. En toen kwam onze moeder trouwens. Ja. Ze kwamen elkaar tegen.
Ben je nou bewust naar Purmerend verhuisd om dichter bij je zuster te zijn? Ik wist niet dat ze hier woonde. Jeetje joh, dat vertel je me. Serieus? Ja. En jij? Het mooiste was, stond ik wel eens bij de kassa en dan ging hij met mijn sansen. En dan dacht ik, luister, ik weet dat jij mijn broer bent, maar jij weet niet dat ik je zus ben. Nou, serieus? Ja, serieus. Nou. Nee. Wat een humor, jongens. Ja. Wat is dit nou een apart verhaal? Ja, apart. Dus jullie zien elkaar 40 jaar lang niet? Nee. En dan bij de lopende band van de kassa weer wel? Ja. En dan denk jij, lekker kippertje. Ja, toch? Nou, maar dat is het toch ook? Is het nou geen prachtige vrouw? Wij hebben net ontzettend met de gelachen, kunnen we niet uitzenden, maar ik heb wel in een deuk gelegen. Oké. Zijn brilletje ging af. Oh. Ja, mijn brilletje ging af, want de tranen liepen over mijn wangen heen. Wat een portret is dit, zeg hij. Mag ik jullie heel hartelijk bedanken voor dit gesprek.